nieuwe voorzitter van Hoogeveen. Voor velen misschien een verrassing. Voor de mensen inside denk ik niet zo. Ja, ja, het is natuurlijk een verrassing enerzijds. Andere kant misschien wel natuurlijk verloop zoals het nu gegaan is. Maar wel hartstikke leuk en ik ben er heel erg blij mee. Ja. Ik ben een anderhalf jaar geleden ook een beetje bij betrokken geweest bij het nieuwe organisatiemodel. Toen kwam je op een gegeven moment ook in het bestuur en werd je naam al genoemd. Toen heb je gezegd, ik wil eerst eens even kijken. Ja, klopt. Ondanks dat ik al meer dan 20 jaar voetbal bij VV Hoogeveen, vond ik het wel erg belangrijk dat je bestuurlijk ook een beetje weet hoe alle wegen bewandeld worden. En het is toch weer anders dan dat je in het bestuur zit of dat je als speler betrokken bent bij de club. Dus ik heb eerst eens even goed gekeken van hoe werkt alles binnen VV Hoogeveen, hoe is de organisatie neergezet en hoe kunnen we daar verder mee. Ja. Heb je dan ook gelijk ontdekt dat er achter de schermen wel heel veel meer gebeurt dan dat je als voetballer eigenlijk ziet? Dat was heel erg verrassend en daar was ik blij verrast mee. Maar hoeveel er achter de schermen gebeurt, dat is echt ongelooflijk. Dat heb ik zelf ook onderschat in het begin. Je bent natuurlijk met heel veel dingen bezig en de jeugd en het hoofdelftal en alles wat er omheen speelt. Ja, en dat behelst gewoon heel veel dingen die meespelen in het besturen van de club. Ja. Verschillende mensen hier bij de club natuurlijk. De een is al gepensioneerd, de andere werkt nog. En ik denk dat het ook meestal lastig maakt. We kijken naar jou, je hebt er gewoon een volledige baan naast. En haast is dit ook een volledige baan. Hoe zou ik dat eens omschrijven? Er zijn natuurlijk heel veel mensen betrokken bij de club, allemaal vrijwilligers. En om al die mensen te motiveren en gemotiveerd te houden, ja, dat kost veel tijd en inzet van alle mensen, het bestuur en alle mensen daaromheen. En dat is toch heel wat anders als dat ik bijvoorbeeld gewend ben vanuit het zakenleven. Het is veel menselijker en past ook bij de club. Ja, absoluut. Hoogeveen is ook een volksclub. Moet het ook blijven, denk ik? Ja, moet het zeker blijven. Hoogeveen is een club van de leden en voor de leden. Betekent wel dat er altijd veel emotie is. Omtrent alle elftallen en zaken en dingen die erbij betrokken zijn. Maar ja, dat is een onderdeel van deze club en dat is ook het mooie ervan. Ja. En je ziet ook zo mooi de verschillen. Van nu gaat het momenteel ook qua prestaties van de eerste elftallen weer goed. En dan is gelijk de sfeer weer heel anders. Van winnen worden mensen blij. Ja, en dat is vrij normaal. Maar ook alweer een gegeven dat de sfeer binnen de club op dit moment gewoon heel erg goed is. De club zit in de lift. De eerste helft al wint op de zaterdag, de eerste helft al wint op de zondag. En dat is belangrijk. En dat, dat speelt mee in de hele sfeer en omgeving van de club. En dat is goed. Ja, en het is een club die voor grote uitdagingen staat. Want gelukkig, er zit een enorme ledengroei in. Maar dat moet je wel zien te handelen. Ja, dat is natuurlijk het allermooiste. En wat dat betreft zitten we natuurlijk ook best wel op een redelijk cruciaal punt van de club. We hebben onder de leiding van de gebroeders Reinders is natuurlijk vooral de jeugd explosief gegroeid. En dat is heel veel volume wat we moeten verwerken. En we kunnen nu de volgende stap maken naar kwaliteit. En dat betekent dus dat er heel veel energie, tijd en geld ingestoken moet worden. En dat gaan we doen. En ook dat is weer een kwestie van de lange adem. Ik zie een Henry Reinders hier naar rondlopen als enige jeugdcoördinator, handen vol. En wij constateerden net al, hij was aan het vlaggen bij een team. Van Henry geeft zelf ook aan van oké, door die coördinatoren is er nu even wat meer spreiding mogelijk. Dat klopt inderdaad. Het heeft heel lang geduurd. De verantwoordelijkheid moet over meerdere ruggen verdeeld worden. En dat hebben ze bij de jeugd heel erg goed gedaan. Het jeugdplan wat neergezet is 3 jaar geleden, dat staat en dat werkt. En dat betekent ook dat er een bepaalde rust komt in de organisatie. En ja, dat is belangrijk. En dan zie je ook dat je gewoon weer je focus kan verleggen op leukere dingen. Bijvoorbeeld het vlaggen bij een team. Ja. Maar inderdaad, wat we al zeiden, je moet echt even geduld hebben. Want iets is niet zomaar gerealiseerd. Nee, dat is het zeker niet. We hebben natuurlijk wel een behoorlijk gat laten vallen in de jaren daarvoor. Nu zijn we weer aan het bouwen met de jeugd. Maar dat betekent ook dat je natuurlijk voor de aansluiting naar het eerste toe is, daar gaat een aantal jaren overheen. En dat betekent dus dat je een aantal jaren moet overbruggen
En je focus moet verleggen op twee onderdelen in de club. Dat is je jeugd en het hoofdhelftal. En dat moet allebei goed lopen. Ja. En dat gat wat daartussen zit, ja, dat moeten we dus overbruggen met andere dingen. En daarin is HZVV denk ik wel een voorbeeld. Daarin is HZVV zeker een voorbeeld. Die hebben natuurlijk ook de jeugd en veel eigen jeugd in het hoofdhelftal. En ze winnen nu heel veel, dus dat gaat goed. Ja, en dat is toch een organisatiestructuur wat staat. En dat hebben wij ook staan. Alleen moet nog even vorm krijgen. Ja, wij zijn nog niet zover dat die stap gelijk genomen kan worden nu. Nou, maar dat heeft met kwaliteit te maken. Niet met het aantal leden of het aantal mensen. De kwaliteit moet nu groeien. En als je explosief groeit in de jeugd, dan gebeurt het in bij de F'jes en de E'tjes en de D'tjes. De C, B en A, dat moet nu groeien. En die moeten doorschuiven en dan komt de kwaliteit vanzelf. Je voelt dat zelf een derde helft al. Dat is denk ik ook niet onbelangrijk voor het clubgevoel. Hè? Want die lage senioren, ja, dat hoorde je in het verleden toch vaak. Van ja, we hangen er maar een beetje bij. Nu speelt de voorzitter zelf een derde helft al. Ja, dat klopt. En ik voel wel heel lang in het derde helft al. Het is echt een vriendenhelft al, hartstikke gezellig. En, maar daar, ook daar hebben we mooie jaren gehad en minder mooie jaren. Ook in jaren dat we zagen dat inderdaad de focus van de club verlegd was. Alleen maar naar het eerste elftal, niet meer naar de jeugd en niet meer naar de lagere senioren. Nou, dat zie je nu veranderen. Mede door dat zie je ook dat het aantal seniorenelftallen weer groeit. De sfeer is goed daarin. Ja. En dan hebben we nog een zaalteam. Jij hebt de hoogtijd daar van het eerste zaalteam meegemaakt. Ja. Daar zit ook weer een bepaalde zwang in aan te komen. Nou ja, net zoals ik zei, de focus die was toen even verlegd bij de club. En toen is ook het eerste zaalteam gestopt en verlegd naar ZVVH. Ja. En dat was jammer. Vond ik heel erg jammer, want ik ben een groot fan van zaalvoetbal. Vind ik altijd leuk om te doen. En sinds dit jaar zijn we ook weer gegroeid in de zaalelftallen. We hebben er zelf drie. We hebben het bestuur opgezet voor ZVVA. Wat er nu bij staat, dat zijn toch ook 7 elftallen. En we hopen dat binnenkort samen te kunnen voegen onder Hogeveen. En zo weer een stabiele zaalvereniging krijgen. Waar we ook weer kunnen ontwikkelen in de kwaliteit van de eerste elftal bijvoorbeeld. Want het is toch zonde dat in Hogeveen dat er niet echt een zaalvoetbalvereniging is die ook op het hoogste niveau acteert. En dan hoop je ook op een plekje, denk ik, in de nieuwe accommodatie hiernaast, in die prachtige sporthal die moet verrijzen. Ja, als je ziet wat hier om ons heen gebeurt met dit complex. Atletiekbaan is nu klaar. De sporthal is onderweg. Nou, als dat klaar is, dan heb je hier toch een van de mooiste complexen van Noord-Nederland staan. Op gebied van sporten en leren, om het zo maar te zeggen. En ook daarin speelt het weer een belangrijke rol dat je een sporthal hiernaast hebt, waarmee je ook de zaal weer goed op gang kan krijgen. Ten slotte even naar jezelf toe. Je noemde het al even, meer dan 20 jaar bij Hogeveen. Ja. Ook dichting eerste elftal aangezet naar Kadel? Ik hè? Voetballen? Nee. Een jaartje tweede elftal volgens mij hè? Ik heb een jaartje even bij het tweede eraan mogen ruiken. Ik had andere prioriteiten. Ik vond het veel te gezellig allemaal in het leven. Dus dat is niet volgezet. Maar toch wel, ik geloof 10 of 12 jaar in het eerste van de zaal gespeeld. Waar we ook hoofdklasse voetbalden. Hele mooie tijd gehad. En daarnaast in het derde lekker ballen met elkaar. Ja, mooi. Ik neem aan dat je na 20 jaar ook een echte Hogeveener voelt. Zo voel ik me zeker, ja. En de betrokkenheid bij de club is heel erg groot. En vandaar ook dat deze stap gemaakt is. Het is heel simpel. Als je ziet de ontwikkeling, de groei die er is. En daar wil ik graag aan meewerken. En als ik, mijn mening is altijd, als je iets gedaan wil hebben, dan moet je er zelf instappen. Want je mening geven en er niets aan doen, dat werkt bij mij niet. Nou, duidelijkheid is er nu weer. Hè? Hendrik Svier stopte destijds. We hebben even een ad interim periode gehad. Wat Roel Zuiderma natuurlijk uitstekend heeft ingevuld. Maar het is denk ik ook goed voor de buitenwacht nu weer. Van, er is gewoon duidelijkheid. Er is gewoon weer een echte voorzitter.
Er is een voorzitter en nou ja, ik hoop er veel plezier aan te beleven. En natuurlijk met Roel, die heeft dat uitstekend gedaan. En als iemand echt clubmens is, dan is het ook Roel Zuidema wel. Dus ja, en we hopen met die duidelijkheid en de betrokkenheid en de openheid die we graag als dit bestuur willen hanteren, dat we weer grote stappen vooruit gaan maken. Eén ding is duidelijk, dat organisatiemodel moet gewoon nog verder ingevuld worden. En dat is eerste prioriteit? Dat is eerste prioriteit. Er moeten mensen bijkomen. Er moeten goede mensen bijkomen. Er moeten mensen bijkomen die de organisatie begrijpen. En die ook een visie heeft waar we heen willen. Ja, die mensen zijn natuurlijk altijd welkom.